Welkom bij de afdeling Zorg en Welzijn. Bij Zorg en Welzijn denken mensen vaak in eerste instantie aan het ziekenhuis of een verpleeghuis. Maar de afdeling Zorg en Welzijn is veel breder dan dat. Bij zorg kun je ook denken aan de thuiszorg, de gehandicaptenzorg of verlenen van EHBO, bijvoorbeeld op evenementen. Ook het werken in een kindercentrum, zoals op het kinderdagverblijf, hoort hierbij. Je leert voor jezelf zorgen, maar ook voor andere mensen. Van baby naar jongeren tot volwassenen. Bij de welzijn hoort dan de sportafdeling, maar ook de facilitaire dienst, de uiterlijke verzorging en de horeca. Van al deze onderwerpen krijg je bij ons de basis. Maar je kan ook een aantal onderwerpen kiezen waarin jij jezelf wil verdiepen. Van alles krijg je de theorie en daarbij een heleboel praktische opdrachten. Denk aan een handmassage of verschillende bereidingstechnieken in de keuken, het serveren in een restaurant, maar uiteraard ook de EHBO die ik net al had genoemd. Veel werken wij in groepjes, dus samenwerken is echt heel belangrijk bij zorg en welzijn. Vind je het leuk om met mensen te werken en voor mensen te zorgen en spreken deze onderwerpen die ik net heb genoemd jou aan? Wees welkom op het Casparis College op de afdeling Zorg en Welzijn.